Meilandjes zijn enorm onder de indruk van het groene landschap van Andorra. Maar weten inmiddels ook hoe al dat groen zo lekker kan groeien. Want het heeft de hele nacht geblitst. Nou, wat een klote weer. Het is vreselijk. Het heeft de hele ochtend geregend. Nou, meid, het was opeens helemaal storm. Alles moest snel naar binnen. Er was helemaal hectiek. Het was vreselijk. Het wordt helemaal niks hoor hier in Andorra. Ik zal even polshoogte nemen daar bij die buren. Oh, hi. 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 Nou, we gaan hier natuurlijk geen huis kopen. Nee. Met het weer. Nee, want het komt wat door de bergen erg. Volgens mij. We gaan iets heel leuks doen, maar jullie zijn allemaal niet sportief gekleed. Ik wel hoor. Want het zweet gaat je uitbreken. En dat is niet omdat je heel veel gaat doen, maar we gaan op een brug. Wat voor brug? En je gaat zweten van de angst, want het is heel hoog. Zit hier twee met hoogtevrees? Je gaat op een brug lopen van het ene punt van Andorra naar het andere punt van Andorra. Dat vind ik leuk. Ja, het schijnt helemaal een hotspot te zijn hier. Is dat? Ik heb geen idee. Oh, dat weet je niet. Nee, ik vind het geen leuke activiteit. En Claire vindt het ook leuk. Nee. Het is heel leuk. We gaan met een touringbus. Die man die brengt ons daar naartoe. En dan gaan we over die brug heen lopen. Oké. Okay. Nou, let's go. Dus lang is het heel spektakel. Dat wel. Dus als je nu van iemand af wil in deze camper, dan is het moment aangebroken om die over de brug te gooien. Als iemand überhaupt die brug op wil. Want die hangt toch echt op 158 meter boven de Riovallei. Oh, hier. Echt iets voor een daredevil als Martien. Zij lopen allemaal naar binnen. Dat is altijd zo leuk. Ja. Wil iemand ons helpen? Oké. Of gaan we tillen? Hoe erg heb jij angst en stress nu, pap? Van 0 tot 10? Ja, inderdaad. Wat is jouw... 9. Nee. 9? Dat kan niet, want het wordt daar nog veel erger. 9? Is het nu al op 9? En jij dan? 0. Ik ook op 0. Ja. Kom maar. 1, 2, hoppatee. 900 meter lopen. Ja, kijk, allemaal grind. Ik loop helemaal aan deze kant. Ik vind het zo eng zo hoog. Maar kijk dan dat huisje, pap. Dat is toch te leuk? Ja, maar moet je kijken. Net uit een film. Ik zou daar wel een weekje willen zitten. Nou, never. Ja. Nee? Ja, nooit voor mijn leven. En dan zo mooi uitzicht. Ja. En dan de haard. En dan in de winter. En dan je haard aan. En dan... Ja. Kom, schat. In het huisje. Kom, hup. You can do it. Jij hebt je sportlegging aan. Ja. Ja. Mart, zie je hem al? Ja, daar. Nee, kijk eens naar rechts. Nee. Oh, meid, god, ze krijgt helemaal de bibbers. He's afraid. Can you persuade him? You are afraid. Why? Because it's so high. No, you come with me. No, I don't. Try with me. No. Oh, ja, doe maar. Can you give me 100.000 euros? Nee, een paar stappen. No! Oh. Listen to me. You come with me. Probeer het nou. Ah, oké. Okay. Zij komt heel goed over. Ja, sorry hoor. Ja, laat ook maar. Kijk, hij gaat. Nee, ik ga niet. Nee, ik ga niet. Ik wil niet. No. Kom. Je kan één stap. Pap, al doe je maar één stap. Don't worry. Go, papa. Don't think. Jullie do. And when you want to stop it, then come back. Okay? It's the mountain, nothing happened. I can't. Sure? Please. Okay, don't worry. Do you want a picture? No, I don't want anything. Okay. And? Nee, ik ga niet. Nee. Okay. Thank you so much. Okay, you come back to meet me. Yeah. You try. Okay, thank you so much, sure. You're welcome. Thank you. Gaan jullie maar. Okay, hier dan. Wij wachten hier. Tot zo. Claire, kom maar. Claire, je gaat het wel gewoon proberen. Het is hartstikke mooi. Je gaat toch ook mooi. Naar die speeltuin? Tana, kom je ook? Kijk, zij springt al. Zij denkt dat het een soort trampoline is. Ja, schat, geef niet. Kom maar, lieverd. Dat is niet erg. Je moet vooruit kijken. Kijk, Claire, gewoon daar. Niet naar beneden. Nou, zus. Je kan het. Kom maar. Dan ga je terug naar opa. Ja, het is glad, hè? Goed zo, lieverd. Hey. Ja, dat hoogtevrees zit wel een beetje in de familie, hoor. Ja, dat klopt. Ik heb het ook een heel klein beetje. Hoe ouder ik word, hoe erger het wordt. Ja, en Claire, die is gewoon... Die ziet heel erg gevaar altijd in van alles. Dus die is altijd wel een beetje bangerig. Dus ja, die vindt dit gewoon heel eng. Maar ja, kijk, die zit op deze hoogte. Dus hier kijk ik heel makkelijk doorheen. Dus ik snap het ook wel. Ja. Nou, ik snap niet helemaal nutten. Waarom zou je godsnaam naar de overkant lopen als je het helemaal niet leuk vindt? Ja, nee. Het is... Ten eerste ook heel erg koud, die hele hand is aan het bevriezen.
De rest van het lichaam ook trouwens. Nee, ik ga terug. Ik vind niks, veel te hoog. Nee, en dan ben je aan de overkant. Moet je nog terug ook? Nee, ik ga terug. Ik doe het ook niet. Nee hoor, Tana komt ook terug. Ja. Ga je nog een klein stukje proberen? Ja, een klein stukje. Maar het begint wel te waaien. Ja, dat bedoel ik. Hij beweegt zo erg hier zo. Geef niet, mama. Met je hand? Moet ik je flesje vasthouden? Nee, het gaat. Mama is wel stoer, hè? Ja. Zal ik een foto maken? Oh, wat eng. Maar ik wil eigenlijk wel... Nee, doe maar. Ja. Ja. Foto, lachen, ja. Vivé, ja. Lachen. Je kunt ook nog... Nee, nog een foto. Nog één. Lachen. Ja. Lachen, Vivé naar oma. Ja. Top. Ik kom zo terug. Ja, ik ga het helemaal afmaken. Ga jij helemaal naar de andere kant? Ja. Ja, doei, doei, doei. Wil jij ook kijk, nog verder? Hou er vast, ik hè. Heb er. Nee, we gaan terug. Ik wil dat ze teruggaat. Ik heb maar twee kinderen, ja? Kom. Wil je nog verder? Ja. Gaan wij door? Ja. Ja, hè? We gaan tot het einde. Ja. High five. Kom, we gaan. Hoppa. Let's go. Kom nou. Kom mogen nou maar. Mogen wij niet tot het eind? Nee, kom. Mama wil dat we teruggaan. Oh. Zullen we dan teruggaan? Ja. Ja, hè? Omdat mama het wil. Oké? Dan gaan we terug. Ja, ik vraag me af waarom iedereen teruggaat. Ja, van Martin snap ik het wel, Montana ook, maar Maxime durft op een gegeven moment ook niet meer. Ja, daar is ze. Ik heb helemaal een hoge hartslag. Ja? Nou, kom maar gauw. Zo eng. Tot hoe ver ben je gelopen? De helft. Oh, de helft? Maar ja, luister, de helft. Hij gaat daar bungelen. Door de wind. Ja, daar is het erg. Oh, ik kreeg het helemaal opeens even benauwd. Nee. Zij doet altijd alsof ze de sportiefste van ons is, maar dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Zij heeft gisteren tegen mij gezegd, ze stond iets te passen in een pashokje met van dat TL-buizenlicht. En toen keek ze zo op zijn rug, toen zegt ze, nou ik zag helemaal die oude rug van mijn moeder. Nou, ze zegt, ik werd er misselijk van. En toen zei ze, ja. En toen had ze op een gegeven moment een broek aan, dat was een S. En het bovenstuk was maat 46. Nou, ze zegt, ik moet gewoon zo snel mogelijk naar de sportschool. Ik denk dat zij daardoor ook nu denkt van, laat ik hem toch maar helemaal pakken, die brug. Want dat scheelt misschien weer een keer. Kilo of twee. Oma, 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 oma. Nou, wat goed! Ja, helemaal aan de overkant. Nou, en ben je afgevallen? Ik het wel. Ja, zie je. Toch een tyfus end.